Het Surinaams Standaardenbureau, SSB, heeft haar eerste National Quality Awards uitgereikt. Volgens Charelle Parker, directeur van SSB, heeft dit in samenwerking met CARICOM Regional Organization for Standards and Quality plaatsgevonden. Parker zegt hiermee de kwaliteit en duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in Suriname te helpen stimuleren door middel van standaardisatie. Met het SSB, met ondersteuning van CARICOM Regional Organization for Standards and Quality, in december vorig jaar van start gegaan met het National Quality Awards programma. Dit programma was bedoeld om bedrijven de erkenning te geven die bereik hebben gegeven van toewijding aan kwaliteit door erkende standaarden en best practices te implementeren. Dit programma zorgt uiteindelijk voor bevordering van het concurrentievermogen van Suriname, van Surinaamse producten en diensten en stelt organisaties in staat te streven naar uitmuntendheid, groei en ontwikkeling, maar ook het bevorderen en tegelijkertijd stimuleren van duurzaamheid. Het NQA-programma staat open voor organisaties die actief zijn in de productiesector, dienstensector, kleine ondernemingen en agroverwerking. De categorieën waarvoor er awards zijn uitgereikt zijn organisatiefocus, klantgerichtheid, human resource focus, procesbeheer, bedrijfsresultaten, verbetering, relatiemanagement, milieueisen en veiligheidseisen. Maar natuurlijk is dit een bewijs dat we het kunnen als jonge ondernemers. Dus van harte bedankt. Ik zou u even zeggen, gender-wise, 75, almost 70% is vrouwen en meisjes. Bij gewoon voeding. En dat is misschien een beetje bewust. Maar nogmaals bedankt het team, vertegenwoordiging, een klein deel van het team, de trekkers. Ik voel me vereerd om in het gezelschap te zijn. Er zijn een heleboel geweldige bedrijven in Suriname. En om te zien dat u hier bent, wij hier zijn, omdat we kwaliteit hoog houden en steeds blijven werken aan kwaliteit. Dus mijn complimenten en felicitaties aan u allen. Dit is het beste moment eigenlijk voor ons om dit te ontvangen. De bedrijven die genomineerd waren en niet in aanmerking zijn gekomen voor een award, kregen een certificaat van deelname. De Surinaamse televisiestichting STVS heeft ook deelgenomen.